we gaan slalommen door de pion heen. Daarna wordt er een goede paas verwacht, want anders dan moet de oefening gewoon weer opnieuw beginnen. Dus ja, de passing moet ook gewoon in orde zijn. Dan krijgen we eigenlijk ook weer een slalom, alles alleen maar met voorhand. Dus dan moeten ze ook weer natuurlijk even hand-oogcoördinatie goed nadenken van geen backhand gebruiken, alleen maar de voorhand gebruiken. En daarna krijgen we een kleine vrijloopactie, even inhoud, naar buiten, naar binnen lopen. Krijg je hem aangespeeld en dan moet je op snelheid zien te scoren, want ondertussen moet jij weer naar de achterlijn rennen om weer de volgende bal te pakken om weer door te gaan. Als er helemaal geen element meer aan hangen, dan wordt het voor de jongens natuurlijk ook gewoon minder leuk, minder uitdagend. En op het moment dat we natuurlijk een competitieverband inhangen binnen een training, dan merk je gewoon dat die jongens ook gewoon het uiterste van zichzelf gaan vragen om natuurlijk ook gewoon het potje te winnen. Of ja, morgen het appje te lezen dat hun team heeft gewonnen. Zo proberen we toch een beetje het leuk te maken.